Ik heb mijn lieve gunsteling gekocht op de eerste dag dat het gepubliceerd werd. En ik was blown away. Omdat het boek thematisch iets aansnijdt wat het echt niet zo vaak voorkomt in de literatuur. Want het gaat over een verboden liefde. Een verboden liefde tussen een minderjarig meisje en tussen een 48, 49-jarige veearts. Een verboden liefde die dan ook ontspoort. Ik ben Eefje Paddenburg en net afgestudeerd van de Arnhemse Toneelschool. En nu in het ensemble van ITA. In de voorstelling Mijn Lieve Gunsteling speel ik het meisje. Zij is 14 jaar. Zij komt in de verboden relatie samen met een 50-jarige veearts. Het is zo'n prachtig mooi boek geschreven door Marieke Lucke-Zijneveld. Dus ik kreeg alleen maar zin om dit te gaan spelen. De essentie van dit boek is dat het die verboden relatie, scène per scène, hoofdstuk per hoofdstuk in het boek dan, zich laat ontwikkelen. Het mag, maar dan ga ik wel tussen jou en de kikker in zitten. En dan zie je geleidelijk aan dat die relatie wordt een liefde, overigens ook van beide kanten. En die relatie die wordt dan een obsessie, ook op een rare manier van beide kanten. Die obsessie die wordt een seksuele obsessie. En die seksuele obsessie leidt dan vanuit de veearts tot een gruwelijke, gewelddadige grensoverschrijding. En dat moest ik bewaken, dat al die fases aan bod kwamen en dat we ons niet zouden beperken om één fase meer aandacht te geven dan de andere. Ik ben Katelijne Dama. In deze voorstelling speel ik zowel de moeder van Kurt, het hoofdpersonage, als zijn vrouw Camilla. Ja, zijn vrouw is eigenlijk een hele zachtaardige, lieve vrouw die hem heel graag ziet. Maar zij hunkert naar meer en hij kan dat niet geven of wil het niet meer geven, omdat hij natuurlijk een andere liefde voelt. Dat lukt niet. En de andere is moeder. Dat is eigenlijk een soort van nachtmerrie in Kurt zijn wereld. Een moeder die hem als kind misbruikt heeft. Het is gewoon een wicked witch. Zij is echt veel, veel, veel te ver gegaan met haar jongen. En mijn moeder staat daar. Ja, ik vind het bizar om te merken, ze hebben zoveel vertrouwen in mij. Ik ben een vliegtuig! Het is heel fijn, maar ook heel eng. Dus ik denk, ja, ik heb dat vertrouwen zelf nog helemaal niet. Maar goed, het is heel lekker dat ik het wel krijg. When the lights are, it's less dangerous. Maar het scheelt gewoon heel erg dat ik met Hans speel. Hij doet niks half, hij gooit zich er helemaal in. Dat motiveert mij ook alleen maar om het volledig te doen. Ja, daardoor ga je misschien ook beter spelen en gooi je er ook gewoon helemaal in. Er is geen gêne van, oeh, dit is te groot of te veel. Nee, het kan gewoon allemaal bij ITA. Vreemd om te zeggen in deze voorstelling, dan is het leuk om dat te spelen. Omdat het natuurlijk, het komt wel binnen. Ook voor ons hoor. Het is niet zo van, oh ik mag leuk slaan of iemand verkrachten. Dat doe je niet zomaar. We werden ook heel goed begeleid door een intimiteitscoördinator. Wat soms ook wel handig was. Dat geeft ook vertrouwen. Zeker voor Eefje was dat wel goed, dat zijn behoorlijk heftige scènes. Het werken met een intimiteitscoördinator is voor mij ook heel nieuw. Ik vond het natuurlijk heel spannend om met Hans dit allemaal te doen, deze intieme scènes. Maar door haar voelt dat heel veilig en communiceren we de hele tijd naar elkaar. Van hoe voelen we ons? Is het oké? Mag ik je aanraken? En de hele tijd door die check kan het niet fout gaan, blijft het veilig. En het blijft heel technisch daardoor ook. Ik voel me zo vaak eenzaam. Ik verlang zo vaak naar het licht. We kunnen met elkaar concluderen dat het niet mag, dit verhaal. Het is verschrikkelijk. Maar Marieke Lucke-Zijneveld richt zich op de psychologie erachter. Wat schuilt er achter dit verhaal? Waarom vinden deze twee personages elkaar? Dat is zo interessant eraan. En daarin gaat het ook over liefde en gezien worden en uiteindelijk ook ergens over hoop. Dus er zitten ook hele mooie thema's in. Spijt me, vergeef me, ik beloof het wordt beter nu jij uit. Er gaat heel veel gebeuren bij de mensen binnenin. En dat gaat misschien een dag duren, een uur duren, weken duren, maanden duren, eer dat dan
zich kan plaatsen. Nee, ik ben ervan overtuigd. Ze gaan overdonderd worden door wat ze zien op de scène. Het zeer zit nog in elke weer. De trap zit nog in elke stap. In de voorstelling is er een evenwicht tussen supermooie, superleuke, superopwindende momenten, waar dat ze extatisch ook zijn met elkaar. En natuurlijk, er zijn de gruwelijke momenten. Na een nachtje slapen komen die mooie momenten blijkbaar in je dromen terug.